Als het tot een gesprek komt met een bemiddelaar, dan bereid je alles met de bemiddelaar voor tot in detail. Je kiest een locatie die voor beiden neutraal en prettig is. Voor de een, maar ook voor de ander. Bijvoorbeeld op een kantoor van slachtofferhulp of in een buurtcentrum. De bemiddelaar regelt dit. Ook de ontvangst, bijvoorbeeld dat de een er eerder is dan de ander, zodat je elkaar niet heel ongemakkelijk bij de voordeur tegen hoeft te komen. En de begroeting, geef je elkaar een hand of misschien juist niet. Details die fijn zijn om vooraf te weten hoe je dat gaat doen. Inhoudelijk wordt het dus ook allemaal heel zorgvuldig met je voorbereid, zoals wat wil je vertellen of wat wil je vragen. Als je bang bent dat je boos wordt of dichtklapt, dan kun je afspreken met de bemiddelaar hoe die je op dat moment kan helpen. Je kunt bijvoorbeeld tussentijds misschien even de kamer verlaten en time-out vragen. Onze bemiddelaars zijn meerzijdig partijdig, dus hij is er voor jou, maar ook voor de ander. Dat betekent dat alles ook op dezelfde manier met de pleger of de ander wordt voorbereid. Zo is de kans dat het gesprek goed verloopt het grootst. Zo'n gesprek is eenmalig en het mag zo lang duren als nodig is voor jullie. En tijdens de voorbereiding hebben we het er ook nog over of je iemand mee zou willen nemen. Iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld je moeder. Een vriend of vriendin, of misschien een hulpverlener. Tot slot nog een belangrijk aandachtspunt, en dat is dat we vooraf bespreken hoe je na het gesprek weer verder gaat en wie je dan nog bij kan staan, mocht je daar behoefte aan hebben. Want zo'n gesprek kan best impact hebben, en het is dan heel fijn als je daar steun bij hebt.